Ik had iemand beloofd om een filmpje van mijn loopantenne te maken. Daar is hij. Maar er zijn twee problemen. Er is één, is dat er heel weinig licht is, maar dat blijkt nu niet zo'n groot probleem te zijn. Het andere, dat is dat de twee-meter-repeater werkt. En dat is die antenne daar. Je ziet ook meteen het grote gat in mijn zolderluik. Ik weet niet of dat te zien is. Dat moet hoognodig gerepareerd worden. Maar daar zit ook mijn 2 meter antenne. Ik denk niet dat het goed te zien is. Ook niet als ik er een lampje op zet. Het is een 5 elements Yagi, verticaal. De 70 centimeter antenne zit achter de loopantenne. En dit is dus de loopantenne. Nou, even goed mijn evenwicht bewaren. Beneden zit een klein loopje, wat zoals je ziet helemaal niet zo geweldig goed in lijn is met de schotel. Je ziet schaduw en je ziet het loopje zelf. Dat is van coaxkabel. Dat is dus nabij het nulpunt van de antenne. Dat is gewoon een 1 wikkeling. En bovenin zit heel slordig de afstemcondensator. Even kijken of ik je goed in beeld heb. Kijk, zo'n dubbele afstemcondensator van een oude radio. Nou, eigenlijk is het een nieuwe voor een oude radio. Om precies te zijn. En die, dat ding daar. Even kijken, die buis. Even uitzoomen. Nou, dit is wel. Daar zit een LPD-repeater in. Een repeater voor de LPD-kanalen. Het porto met een tweede porto als ontvanger. Met zeg maar de batterijkant tegen elkaar, dus de sprietjes in tegenovergestelde richting. En dat werkt keurig bij 10 mW. De loop is 1,40 meter diameter. En 3/4 inch pijpdikte. En werkt heel goed voor ontvangst. Hij is alleen voor ontvangst. Dus,